Hallo iedereen, ik ben Matteo de Klerk. Ik ben hier vandaag in Arno, waar ik straks een cyclocrosswedstrijd ga rijden. En ik neem jullie vandaag mee om te tonen hoe dat mijn dag eruit ziet. Ik ben hier een goede 4 uur voor de wedstrijd, dus ik heb genoeg tijd om het parcours goed te verkennen. Eerst wandel ik de belangrijkste stroken van het parcours eens af om te kijken hoe de grond erbij ligt. Het is ook leuk om de wedstrijden van de minimen te bekijken en te zien hoe zij bepaalde stukken nemen. Je ziet hier goed hoe zwaar de grond erbij ligt, dus ik ga niet veel moeten nadenken over de bandenkeuze. Ik heb zo net het parcours afgewandeld en nu ga ik een beetje pasta eten. Net lekker gegeten. Nu ga ik een beetje opwarmen. Ik heb gekozen voor het Rhino-profiel, omdat het toch wel heel modderig ligt. Nu ga ik het parcours verkennen met de fiets. Ik wil niets aan het toeval overlaten en verken grondig het rondje en de moeilijkste passages. Ik doe dit helemaal niet snel. Meestal rijd ik 3 rondjes. Een eerste verkenning om de ronde te leren kennen. In een tweede rondje probeer ik wat moeilijke bochten een paar keer uit en kijk ik hoe deze het best neemt. Het laatste rondje probeer ik toch eens op wedstrijdtempo te rijden. Nu kleed ik mij om en was mij. Het is nu tijd om mijn wedstrijdkledij aan te doen en warme kledij erboven, zodat ik zeker geen koud krijg. Terwijl ik mij omkleed, poetst mijn papa mijn fiets, want het is meer dan nodig. Deze fiets staat straks in de materiaalpost, zodat ik van fiets kan wisselen als het nodig is. Ik ga nu inschrijven. Ja, dat wordt de laatste ronde voor de leider van Team. Jullie hebben al vaak gezien dat de startorde gebeurt door lottrekking. Ik krijg startnummer 11 van de 32 deelnemers en trek een goed lotje zodat ik vooraan zal mogen plaatsnemen. Op dit parcours is een goede start van minder belang, maar ik ben er toch heel blij mee. We hebben nog even de tijd om naar de wedstrijd voor ons te kijken alvorens ik mij opwarm. Ook mijn trainer Jan de Nubelare is hier aanwezig en dat doet me veel plezier. Hij is een ex-profrenner en ik leer superveel van hem. Het merendeel van de renners warmt op de rollen, maar dat doe ik niet graag. Ik rij liever wat heen en weer en trek een paar sprintjes om mijn benen al voor te bereiden op de start. Tijd voor de startorde. Zoals ik daarnet zei, trok ik een goed lotje wat me toelaat om vooraan plaats te nemen. Ik ben goed weg in mijn klikkers en kan dadelijk de kopstart nemen. Het heeft echter geen zin om nu al alles te geven, want de wedstrijd gaat lang en zwaar zijn. Ik ben laatstejaars aspirant en onze race duurt 25 minuten in totaal. In het veld kan ik het tempo goed volgen en probeer een goed spoor te vinden wat niet makkelijk is op dit parcours. Het ligt er echt slecht bij, maar dat heb ik graag. Ik hou het liefst van zware omlopen waar ik mijn techniek goed kan gebruiken. Snel vormen we een kopgroepje met 3 en zullen we het onder elkaar moeten uitvechten. We hebben al een 6e seconde voorsprong op de eerste achtervolgers.
zijn we één ronde verder en je ziet duidelijk hoe zwaar het parcours erbij ligt. Een tijd verder gebeurt dit. De renner voor mij komt ongelukkig ten val. Ik kan hem net ontwijken en nu zijn we nog met twee voorop. Op sommige plaatsen is het parcours niet meer te bereiden en moeten we allebei van de fiets. Soms slag ik erin om de koppositie te nemen, maar ik geraak niet echt weg. Met ons twee gaan we de laatste ronde in en nu moet het gebeuren. In een technisch stukje neem ik de koppositie en versnel. Op de klimmetjes probeer ik weg te rijden, maar zonder succes. We blijven zij aan zij rijden op de lastige modderstroken. Op de voorlaatste klim kan ik nog een versnelling plaatsen en moet mijn concurrent van de fiets. Ik heb nu een kleine voorsprong en moet alles geven. Met nog een kwart ronde voor de boeg heb ik nu een 7 meter voorsprong en dit moet ik kunnen behouden. Luid aangemoedigd ga ik de laatste bocht in. Mijn concurrent komt nog sterk opzetten, maar ik win. Ik heb heel diep moeten gaan en moet bekomen van de zware inspanning. Tijd voor de podiumceremonie. Bedankt voor het kijken en als jullie de volledige wedstrijd willen zien, kunnen jullie hier klikken. En vergeet niet, like en subscribe!